Mijn naam is dus Johan. Ik had heel graag met u gedurende 15 minuten een tipje van de sluier opgelicht wat betreft mHealth, Mobile Health. Welke toepassingen zijn er? En vooral een beetje toch toegespitst op de Belgische situatie. Goed. Vooraleer echt van start te gaan, we moeten door een aantal definities. En ik heb ze hier even opgelijst. Dus telegeneeskunde, voor de duidelijkheid, is het gebruik van ICT om geneeskundige zorg te verstrekken van op afstand. Dat is een WHO-definitie. Een andere definitie die hier ook aan bod zal komen, is telemonitoring. En dat is het opvolgen van patiënten van op afstand via technologische toepassingen. En dan het onderwerp van vandaag, mHealth, Mobile Health. Alle welzijn- en zorgtoepassingen die mogelijk worden met behulp van mobiele communicatiediensten en toestellen, waaronder biometrische sensoren, wearables en smartphones. Goed, dit gezegd zijnde, hebben we ook nog een ander gegeven, dat is dat onze gezondheidsuitgaven vandaag, maar zeker ook in de toekomst, enorm zullen exploderen als er niks gebeurt naast onze traditionele geneeskunde, hè, waarbij dat het fysisch contact van de patiënt in het kabinet gebeurt. Hier even dus toch toelichten dat we voor 5% van de bevolking, de leeftijdscategorie van 80 plus, is verantwoordelijk voor een 50% van de gezondheidsuitgaven. Dat is enorm. En als we dan gaan kijken naar die evolutie van die leeftijdscategorie over de jaren heen, en we zitten dan ongeveer hier te kijken op 2018, dus het is deze zone, als u die in het oog houdt en u gaat dat verder gaan extra in de toekomst gaan extrapoleren, dan voorspelt het planbureau dat we met een verdubbeling zitten van die leeftijdscategorie. Met andere woorden, ook een enorme explosie van dat budget gezondheidsuitgaven voor dat type van categorie. Dit allemaal meegenomen heeft men in het plan E-gezondheid, u kent dat allicht, hoop ik. Dat is een plan van 5 jaar, opgestart in 2013, met alles rond e-health. Heeft men daarin gedefinieerd met de juiste timescopes, met de juiste acties. En bij de herziening in het jaar 2015 heeft men toch gezegd, nu moeten we het mHealth gebeuren toch even een plaats geven, want dat was niet voorzien in het originele actieplan. En men heeft dus het actieplan 19 toegevoegd, met andere woorden. De doelstelling van dat actiepunt was dat in het jaar 2019, dus dat is zeer binnenkort, de zorgverstrekkers kunnen telegeneeskunde toepassen door gebruik te maken van mobile health applicaties die officieel geregistreerd zijn. En dat is een belangrijke, hè, want we hebben duizenden apps, zelfs honderdduizenden apps die, als we ook de gezondheid en de wellness meenemen, zoals de sportapps, de stappentellers, de fitnessapps. Maar dus als het gaat over officieel geregistreerde mobile health, dan is dit toch een bedoeling van het beleid om tegen 2019 terug te vallen op deze devices. Men heeft dan in 2016 heeft men een bekendmaking gemaakt naar de markt en men heeft gevraagd aan alle geïnteresseerden, stel uw kandidaat om in pilootprojecten mee te stappen. Dus er zijn er 96 indieningen geweest en daarvan heeft men 24 finaal geselecteerd om een stapje verder te gaan, met zelfs financiële ondersteuning. En die 24 die zijn hier opgelijst. Soms leuke namen erbij, beroertecoach, Blended Act. U ziet ze hier staan, u kan ze ook terugvinden later in de PowerPoint van dit symposium. Maar in alle geval, ik ga ze met u niet allemaal overlopen, maar het is toch wel de bedoeling dat we even enkele apps daaruit lichten zonder de anderen pejoratief te benaderen, zeker niet. Die 24 proefprojecten die hebben gelopen in verschillende domeinen van geïntegreerde zorg. Het cardiovasculaire, de chronische pijn, diabetes, geestelijke gezondheidszorg en stroke. Ze waren allemaal relatief goed verdeeld over de verschillende domeinen, met een iets meer aandeel van de cardio. Een eerste app die ik u mag voorstellen hier in dit verband, dat is de InterpretDia.
Het is dus een manier om de glucosespiegels van kinderen met een diabetes type 1 te gaan meten op basis van een kleefpleister die op de huid is bevestigd en die eigenlijk een continue monitoring doet van de glucosespiegels in het bloed. Okay, die worden doorgezonden. En wat is de meerwaarde? Dat is als er afwijkende resultaten worden genoteerd, dat er dan sneller kan worden ingegrepen om erger te voorkomen. Ik ben geen arts, by the way, dus als er opmerkingen komen, graag, maar dan kan u dat beter plaatsen. Een tweede mobile health project uit de proefprojecten, dat is het in-ambulance telestroke. Wat is daar de bedoeling? Als de patiënt een beroerte heeft en hij wordt op dat moment ook vervoerd naar het ziekenhuis, dan kan men via camera's in de ambulance al de eerste testen van op afstand laten gebeuren. Dus een expert die via die camerabeelden kan testen vragen, bekijken en eventueel in die zeer kritische fase van beroerte, kort na het incident, kan hij dus ook op deze manier een veel gerichtere therapie gaan instellen vanuit de ambulance. Zeer nuttig. Een volgend project is het Move-Up-project. Move-Up, patiënten met een knieoperatie of een heupoperatie, die moeten in revalidatie gaan, die moeten veel oefeningen doen. Wel, men heeft hier eigenlijk een soort van gecustomiseerde oefenschema voorgesteld, waarbij dat er continue feedback komt van de orthopedist of een andere zorgverstrekker, zodanig dat het oefenprogramma specifiek wordt afgestemd op de patiënt zelf. En men ziet, als men dus ook de pijn registreert, de patiënt moet regelmatig dus feedback geven over pijn en over zijn oefenschema van die dag, wel, men ziet dat er minder pijnlijke revalidatie door continue opvolging en aangepaste oefentherapie tot stand komt. Een volgende app is een FibriCheck. Die is misschien het best van al gekend ondertussen. Die heeft ondertussen ook al de Amerikaanse markt benaderd. En waar gaat het hier over? Wel, het is een manier om hartritmestoornissen sneller op te vangen. Het is namelijk zo, op de smartphone kan men via de vingertip de bloedcirculatie meten of toch op zijn minst afleiden door middel van onze zaklamp in onze smartphone. Die gegevens worden geïnterpreteerd door de technologie van de app en die worden dan doorgestuurd naar het platform van FibriCheck. Dus, en daar kan men zeggen, oké, beste patiënt, u heeft blijkbaar vandaag toch wel heel veel last van hartkamervoorkamerfibrillatie. Hartritmestoornissen moeten behandeld worden of moeten gecorrigeerd worden. En hierdoor kan men dus met deze app veel sneller gaan interageren. Een voorlaatste dat ik u graag wil delen is de Heart on Track app. Heeft gelopen in de Europa-ziekenhuizen. En dat heeft als bedoeling om patiënten te gaan opvolgen van zeer nabij, patiënten met chronisch hartfalen. Hoe werkt het? De patiënt krijgt vanuit het ziekenhuis of vanuit de instelling krijgt hij een gewicht, dus een meetschaal. Hè. Hoe noemt men dat? Hè? Een weegschaal, ja, dat is het. Een weegschaal mee, een bloeddrukmeter mee, een polsslagmeter zit daar ook in. En die devices zijn allemaal verbonden met Bluetooth, met een tablet. En de patiënt beschikt over deze infrastructuur en er is 3G-connectiviteit met het centrale platform. Wat gebeurt er? Dus bij deze patiënten is het zeer belangrijk dat het gewicht in controle blijft, dat de bloeddruk niet te snel mag stijgen. En op momenten dat dat dan toch zou gebeuren, omdat die patiënt zeer regelmatig die waarden door kan geven naar het platform, kan men sneller ingrijpen. Met andere woorden, er zijn daar minder ziekenhuisopnames, heeft men geconstateerd, en minder nierdialyse. En men spreekt vandaag, dat zijn cijfers die ik gisteren heb doorgekregen, vandaag zijn er al 70 patiënten geïncludeerd in dit pilootproject. En dan de laatste die ik met jullie wil overlopen, dat is NephroCare. NephroCare met dank aan AZ Groeningen om de slide te bezorgen. NephroCare behandelt eigenlijk patiënten die binnenkort worden getransplanteerd voor hun nier. Wel, die kan men beter gaan
ja, voorbereiden op die interventie. Het is namelijk zo, als die patiënt wordt getriggerd om heel goed zijn bloeddruk, zijn gewicht, zijn lichaamsbeweging per dag te noteren en door te geven, ja, dan merkt men ook op het moment van de ingreep dat die complicaties verminderd zullen zijn en dat daardoor ook de revalidatie versneld kan gebeuren. Goed. Deze slide heb ik kunnen bekomen van meneer Erik van der Hulst. Erik van der Hulst is projectcoördinator, mag ik wel zeggen, van ons actiepunt 19. Hè, ons actiepunt van e-health en dat m-health behandelt. Wel, waarom staat die piramide hier? Het is een validatiepiramide. En het heeft als bedoeling om hier in België alle mobile health apps die er zullen aankomen of die er al zijn, van die te gaan screenen valideren in feite. En wat ziet men? Dus op niveau van de basis van deze piramide, het mobile 1 niveau, wel, als men dus als medical device CE gekeurmerkt is, dan kan men instappen in dat validatiemodel. En op niveau 1, daar zal men zich ook dan richten naar van oké, bent u wel GDPR compliant? En schikt u zich naar de privacy-wetgeving van dit land? Ja? Als op dat moment die toepassing gevalideerd is en die voldoet aan die eisen, wel, dan gaat men naar een tweede niveau. En dat tweede niveau, daar spelen dan andere zaken een rol, met name ook de security- en de authenticatieprocedures. Respecteert u wel de regels van e-health die zijn vooropgesteld? En vooral ook, zijn de data die u aanlevert, zijn die interoperabel? Met andere woorden, zijn die herbruikbaar in HR, EMD's, PHR's, personal health records? Is dat dus allemaal geïntegreerd en interoperabel? Respecteert men daar de formaten en de protocols? En dan in de laatste, maar dan toch niet onbelangrijke, niveau van de piramide, dat is het M3-niveau. Daar gaat men effectief gaan kijken van oké, per use case is deze app een goede app, met andere woorden, is die klinisch relevant? Is daar genoeg materiaal ter ondersteuning om dat te bewijzen? En vooral, is er een cost-benefit evidence? Is dit een stap vooruit in cost-benefit en moet men niet terugkrabbelen qua klinische activiteit versus de traditionele geneeskunde. Nu, onze patiënt in het verhaal, niet onbelangrijk natuurlijk. Hè. Wat verwacht hij? Hij verwacht natuurlijk ook van stilletjes aan ook mee aan het stuur te zitten. En het Vlaams patiëntenplatform die heeft zeer recent de resultaten van een bevraging gelanceerd. En daarin blijkt dat 66% van de patiënten gelooft dat online inzage krijgen in zijn eigen patiëntendossier, dat dat de communicatie met zijn zorgverleners zal verbeteren. Dus online inzage in het patiëntendossier, zeer belangrijk. Een tweede aspect, en ongeveer met dezelfde percentages beantwoord, een 70% van de patiënten die kunnen online inzage krijgen in het dossier, die gelooft dat men zijn eigen zorg meer en meer in eigen handen zal kunnen nemen. Dus dat is belangrijk. Dat is belangrijk, want alles wat ik tot nu toe heb verteld rond mobile health devices, wel op die paar pilootprojecten na, en enkele honderden patiënten, denk ik, dat er zijn geïncludeerd, is er natuurlijk nog veel te gaan. Dat is evident. Maar als we spreken over online inkijken in het patiëntendossier, daar staan we eigenlijk al redelijk ver. En ik ga u een aantal voorbeelden geven, zoals bijvoorbeeld MyNexus Health. Daar kan je als patiënt gaan kijken in uw eigen patiëntendossier, tenminste als u een historiek hebt in de Nexus ziekenhuis. Hetzelfde met COSO. COSO, ja, u kent dat hopelijk. Hey, COSO, ja, dat ziet er op dit moment zo uit als u de app zou downloaden vanuit de stores. En u kan daar zelf uw pincode kiezen en dan ziet u dat u zelf uw resultaten van de ziekenhuizen, privélabo's, privéradiologie, maar ook uw beknopt medisch dossier van de huisarts als het ter beschikking is, het medicatieschema, vaccinatieschema's enzovoort, dat kan u hier gaan online bekijken, vandaag. Ik raad u dat echt aan, van die app is te downloaden. Dus vrij spectaculair.
En als patiënt kan u dus daar van alles gaan bekijken. Dus die resultaten enerzijds. U kan ook kijken welke therapeutische relaties er op dit moment bij e-health zijn geregistreerd bij u. En ook zeer belangrijk in kader van de patiëntenwetgeving, dat is, u kan zelf gaan kijken naar de logging van het dossier, met andere woorden. U weet wie, wanneer en waar gekeken werd naar delen van uw gedeeld gezondheidsdossier. Voilà, bij mij staat hier van alles open. Zelfs PACS-beelden zijn beschikbaar op dit soort van apps. Hier ga ik sneller overheen. Toch even zeggen dat er dus naast die mobile devices, mobile health projecten, ook het inzagen in het online patiëntendossier, dat er ook samenwerkingsverbanden zijn ontstaan ondertussen. Samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld rond dit project, waarbij de zwangere dame multidisciplinair wordt gecoacht en opgevolgd via een digitaal zorgtraject rond de zwangerschap. Het is een initiatief in de regio Brugge, Noordwest-Vlaanderen. 7 materniteiten werken daar samen rond dat klinisch traject. En het heeft ook te maken met de verkorte liegdagduur postpartum. We gaan van 5 dagen naar 4, misschien zelfs naar 3 dagen. Wel, het is dan ook belangrijk dat die informatie naar die patiënt zeer snel, zeer accuraat wordt toegespeeld. En met dit digitale zorgtrajectsysteem moet dat zeker lukken. Het is trouwens een samenwerking met alle huisartsen, de vroedvrouwen zelfstandig, maar ook intramuros, met de kraamzorg enzovoort. Dus u ziet, onze technologie vandaag laat toe om bepaalde zorgtrajecten, bepaalde gezondheidsgegevens beter in kaart te brengen en beter op te volgen, zowel preventief als curatief. En dat is denk ik mijn verhaal om stilaan af te sluiten, meneer de voorzitter. Ik heb het niet gehad... er zijn hier... stukken tekst weg, maar ik heb het niet gehad over de liability van al die mobile health toepassingen. Ik heb het er niet over gehad. De terugbetaling is even aan het woord gekomen, maar vooral op niveau M3 situeert zich die discussie. Dat zal worden gemonitord en ook door experts geaudit worden om bepaalde dossiers tot terugbetaling toe te laten en andere niet. En dan denk ik dat ik opensta voor een vraag. Dank u wel. Dank u, collega Johan Huvin. Het was zeer helder. Uit de vragen zien we de bekommernis dat de inductie van mHealth bij hypochondrische patiënten, en in het postmodernisme komt dat wel al eens voor, ja, dat die mensen een inductie van ziekte zouden krijgen. Hoe zou u dat counteren? Ik moet eerlijk zeggen, ik ken die mobile health projecten in de geestelijke gezondheidszorg echt niet goed. Wat ik wel weet, dat is als we met die online patiëntenportalen bezig is en waar dat men de beschikbaarheid van die gevoelige documenten voor dat type van patiënten, dat men daar echt wel moet opletten. Daar zien we vandaag dat aan de bron, dus eigenlijk waar het document, de brief, de verwijsbrief, het protocol wordt gegenereerd, dat men aan de bron die gevoelige documenten tegenhoudt. Dat men die, met andere woorden, die niet gaat delen met het e-health-platform via de kluizen of via de hubs. Langs de andere kant houdt men dan de patiënt toch weer dom en houdt men weer iets achter. Bon. Een tweede zaak, wat met mHealth en empathie. Empathie, toch een belangrijke tool bij ons in ons therapeutisch arsenaal. Ook onze studenten stromen daarvan over van empathie. Maar als je het in de digitale wereld volledig trekt, is dat geen bedreiging. We moeten daar beducht voor zijn, hè? Absoluut. We gaan, en wie ben ik om dat te stellen, maar ik vermoed toch niet dat men de traditionele contacten met onze patiënt, dat men dat gaat even overboord gooien, omdat er technologische oplossingen bestaan die dat kunnen vervangen. Ik denk het niet. Het is een aanvullende informatie, data die worden doorgestuurd en die dus vlugger kunt interveneren in een bepaalde nieuw beleid, medicatie of andere. Maar er zullen activiteiten wel degelijk buiten het dokterskabinet gaan gebeuren. Dat is een feit.
Maar verder kan ik daar weinig in mijn glazen bol kijken. Persoonlijk denk ik, als het gepast is, dat de huisarts hier ook weer een zeer belangrijke rol zal krijgen. Ik ga een kleine round-up maken van onze eerste sessie. En ik dank mijn collega en desondanks vriend Mark de Kramer dat wij erin geslaagd zijn onze tijd te houden. Ten tweede merk ik op dat het woord weegschaal nu al moeilijk op de lippen zit en in de 22e eeuw waarschijnlijk een voorhistorisch toestel zal zijn. Ik heb toch bedenkingen bij mijn startzin dat we allemaal al in de urne zouden zijn in de 22e eeuw. Ik denk dat er technieken zijn, gentherapie en onder andere de augmented reality, die toch de levensduur zal verlengen. Er is hier ook duidelijk op kwaliteit ingezet. Iedereen weet hoe ingrijpend en zeker na borst. 1/8 van de vrouwen heeft borstkanker, die dikke arm en die de moeilijkheden eraan gekoppeld zijn. We hebben toch ook dankzij de evolutie, het paradigma in de mHealth, gezien dat er aan kwaliteit wordt gedaan. Nu, als ethicus denk ik dat er ook heel veel werk is om te bewaken dat we niet alleen streven naar levensjaren, maar naar kwaliteitsjaren. Dank u voor uw aandacht. Ik denk dat we aan de pauze toe zijn.